Zo. Kijk nou even. Een hele lege redactie. Helemaal niemand. Nee, Ron, kan jij iedereen even afbellen? Tuurlijk doe ik dat. Hè? Iemand moet het doen. Ron! Hey, Roy! Ben jij er klaar voor? Ik wou net weggaan. Nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan trainen vandaag. Kom maar. Nou, gezellig. Ja, tuurlijk, jongen. Mijn naam is Roy Meijer en ik ben een van de allersterkste judoka's van heel de wereld. We zitten nou veel vaker thuis dan normaal, maar dat betekent niet dat je niet kan sporten. Je kan meedoen voor de televisie, maar ook via Instagram met Sesport at Home. Wil je deze workout nou terugkijken of nog een keer doen? Ga dan naar YouTube, want daar staan ze allemaal. Als jij in je huiskamer zit, zorg voor ruimtes, schuif de stoelen opzij. 10 minuten bewegen. De eerste oefening van vandaag. We gaan op één been zijn alsof we een flamingo zijn. Maar wel een stoere flamingo. Niet zo'n roze. We doen gewoon eentje die zwart is of rood of zo. Oké, op één been staan. Let op. Je blijft staan. Je gaat met je handen wapperen. Kijk maar, een kraanvogel. Knie goed omhoog. Yes, en wisselen. We springen naar het andere been. Hop, en je blijft gewoon netjes op één been staan. Ja, heel goed. Wisselen nog een keer. Hup. Oh. En je blijft staan nog. Kom aan. Kom aan, als een kraanvogel. Hoppa, andere been. En nou, gaan we het moeilijker maken. We gaan op één been staan zo dadelijk. Met de ogen dicht. En probeer dit zo lang mogelijk vol te houden. Let op, één been en ogen dicht. Je zult merken dat dit al een stuk lastiger is. Want als je ogen dicht zijn, dan weten jouw hersenen niet meer wat de grond is, wat de lucht is. En dan val je meestal om. Oké, ogen dicht. En op één been staan. Nog 10 seconden. Nee, je ogen dicht houden. En niet spieken. Oké. Nog 5, 4, ander been. 3, 2, 1. Ogen open en klaar. Oefening nummer 2. Dat is de squat. We gaan daarbij onze beenspieren trainen. Doe ik heel vaak de squat. Kijk maar. Oké, squatten. Daarbij ga je door beide benen zakken. En dan raak je bijna met je billen de grond aan. Maar je voeten blijven plat op de grond. Ziet er zo uit. Door de benen. En omhoog. Door de benen. En omhoog. Hou vol. Dit gaat goed. En lekker. Ja, goed omhoog komen. En diep omlaag. Goed omhoog. Diep omlaag. Dat is hem. Goed omhoog. Diep omlaag. Goed omhoog. Diep omlaag. Hartstikke goed. Heel misschien kan je iets onder de billen zetten. Zoals een grote kussen. Twee kussens op elkaar. Of iets waarmee je net met je billen de kussen of voorwerp aan kan tikken. Dan weet je zeker dat je diep genoeg gaat. Dit gaat al heel goed en is heel pittig. Maar wil je het nog lastiger voor jezelf maken? Dan mag je nou gaan proberen om sneller te bewegen. Let op. Ik doe met jullie mee. We hebben nog 3 tellen. 3, 2, 1 en klaar. Voelen jullie dat ook? Dat het voelt alsof je benen in brand staat? Dan heb je heel goed meegedaan. Voel je dat niet? Dan ben jij misschien al beter getraind dan dat ik ben. En dat is knap. En weer diep in door de neus. En groot uit. Diep in door de neus. Door de mond. Groot uit. Het is tijd voor de volgende oefening en daar hebben we een pen en een papier voor nodig. Mag ook een potlood zijn of iets waarmee je op dat papiertje kan tekenen. 20 tellen, pak het snel. Tijd gaat nu in. Zo, 20 tellen zijn voorbij. Als het goed is heb jij een papier en iets om erop mee te tekenen. We gaan de walkout doen. Leg het papier voor je en doe een grote stap naar achteren. We gaan zo dadelijk de handen in de lucht doen en dan gaan we naar voren lopen. Hup, 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 hup. En als je bij het papier bent, dan maak je een tekeningetje. Totdat ik zeg dat je weer omhoog moet, ga je weer omhoog met je handen. En daarna ga je gelijk weer terug en dan ga je verder met je tekening. En in 1 minuut moet je proberen om een vette tekening te hebben gemaakt. Ik ga rondtekenen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Dan gaat de tijd nu in. Handen omhoog en open maar.
weer terug. Zo, handen omhoog. Ik heb het gezicht van Ron al getekend. Wat ziet hij de knapheid? En weer lopen. En tekenen. Zorg dat je een mooie tekening hebt gemaakt. Ah, ik wil het eindresultaat zien. Dus via Instagram kan je Zegsport en mij eventjes taggen. Dan zorg ik ervoor dat ik ze allemaal gezien heb. En ik wil graag zien hoe het er allemaal uitziet. Hup, en weer terug. Handen omhoog. Hup, zet je omlaag. Handen omhoog. En we gaan weer door. Ja, en we gaan weer door. Ja, oké. De tijd is bijna om. Dus je kan hem nog snel even afmaken. We hebben nog 10 seconden. Ah, 10 seconden. Nog even snel omhoog. Omhoog en omlaag. Ja, hij is bijna klaar. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Ja, mijn tekening is klaar. Pak je tekening erbij. Kijk er even goed naar. Laat het zien. Wordt het gefilmd? Laat het dan ook eventjes zien. Ik heb Ron getekend. Ik denk dat hij heel blij met deze tekening is. Want zo zal hij natuurlijk nooit uit gaan zien. Alright. Zo, en het is tijd voor pauze. We gaan even lekker de armen losschudden. En de benen losschudden. Net alsof het spaghetti slieten zijn. En hetzelfde doen we met ons gezicht. Let op. Zo. Ah, we gaan nou met de pauze nog een oefeningetje doen. En dat is een coördinatieoefening. Dat is dat je hersenen heel goed moeten nadenken om het juiste te blijven doen. De coördinatieoefening gaat als volgt. We gaan met onze hand bewegen van de zijkant naar de zijkant. En dan met de andere hand gaan we rondjes draaien tegelijkertijd. En dan moet je proberen dezelfde beweging te blijven doen. En als je dit steeds sneller gaat doen, en dat gaan we doen, dan gaat het steeds lastiger zijn om dezelfde beweging te maken. Oh, ik ben al rondjes aan het draaien. Nou, we gaan nou wisselen van kant. Misschien gaat dat nog makkelijker dan die andere. We gaan beginnen. Let op, de andere hand. Zijwaarts. En nou komt de andere hand erbij. Dus komt deze hand erbij. Oh, ik ben nu al rondjes aan het draaien. Dat gaat snel. Nog een keer. Oké, ga door, ga door. Ga je nog goed? Ga ik nog goed? Ah, nou maak je rondjes. Je ziet wel wat mijn favoriete kant is. Maar we gaan door. Laatste keer. 3, 2, 1. Stop. Judo is toch meer mijn ding. Dit vind ik leuk om te doen, maar ik hou het toch lekker bij andere oefeningen. We gaan door. En het is tijd voor Roy's Minuutje! En dat is natuurlijk een spierballenoefening. Of een oefening die in ieder geval niet heel makkelijk is. Let's go! We gaan de walsit doen. Daar hebben we natuurlijk iets voor nodig waar we met ons rug tegenaan kunnen zitten. Dus iets wat stevig is, zoals een wal, wat muur betekent. Of iets anders waar je mee rug tegenaan kan leunen. Ik gebruik gewoon een tractorband van 180 kilo. Hoppa! Hier komen. En rij maar. Mika, liefje, kom jij papa helpen met de walsit? Kijk wat papa gaat doen. Heb je iets waar je tegenaan gaat zitten? Dan gaan we nu beginnen. Je gaat zitten in de walsit en je glijdt helemaal naar beneden. Als je naar de zijkant je benen ziet, dan zit je in een hoek van 90 graden. Zo noemen ze dat. Een hele mooie hoek. Zo blijven we zitten voor een minuut lang. En ik kijk je aan. Want jij gaat het volhouden. 1 minuut lang. Hou vast. Wees sterk. Het is een wedstrijd en je geeft niet op. Zo dadelijk ga je je benen voelen branden, alsof ze in vuur en vlam staan. Maar jij gaat dat brandje blussen. Dat kan jij met jouw hoofd doen. Het is mentaal. Dat betekent dat jij ervoor kan zorgen dat jij niet opgeeft door de juiste gedachten te denken. Wees positief. Ik kan dit, want jij kan dit. Oké, we gaan nu nog 10 seconden. Hou vol. Ja, nog 7 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Goed gedaan. Fantastisch, yes! De volgende oefening. We gaan nou lunchen.
lunchen, dan heb ik het niet over een boterham pakken en opeten. Lunches zijn beenoefeningen. Je stapt zo dadelijk door je voeten heen en dan raak je met je knie net de grond niet aan en dan sta je weer omhoog. Dan doe je het met je andere been en dan ga je weer staan. En om het nog leuker te maken, gaan we dit in beweging doen. En zo gaan wij een rondje maken door heel de huiskamer, door heel de woonkamer, door heel de plek waar jij nou aan het kijken bent. We gaan gelijk beginnen, 1 minuut lang en de tijd gaat nu in. Probeer met je knie de grond net niet aan te raken. Of heel zachtjes, om en om, links en rechts. Loop maar door heel de woonkamer, heel de woonkamer. Ja, heel goed. Ja, en als je bezig bent, wil ik eventjes dat je naar mij zwaait. Zwaai maar naar mij. Ja, goed zo. Ik zwaai terug. 30 seconden. En we gaan weer door. Lopen door de huiskamer. Fantastico. Jullie doen het heel goed. Ja, het gaat goed. Maar het kan beter. Kom op. Energie erin. Nog een paar tellen. En we houden het gewoon vol. We houden het vol. Dat gaat goed. En ga door. Blijf lopen. Nog 5. 4, 3, 2, 1 en klaar. Heel goed gedaan. En we gaan door met de uitdaging. De uitdaging bestaat uit opdrukken. Kan zijn dat je dit al eerder mee hebt gedaan. We gaan nou proberen zoveel mogelijk op te drukken. En om nog meer te halen dan de vorige keer. We gaan starten. Handen onder de schouders, voeten naar achter. Je kan het op je knieën doen, maar denk je... Ik kan het wel op mijn voeten doen, dan ga je op je voeten. Dat doe ik ook. En ga door. Tel voor jezelf hoeveel keer je haalt. Kan je het op één hand, dan doe je dat gewoon. Ik kan het niet. Oké, we gaan door. Ga door. Kom op. Opdrukken. 20 keer, 100 keer, 1000 keer. Zo. Hoepa, ga door. Nog een paar tellen. Als het zwaar wordt, dan mag je even rustiger bewegen. Maar je gaat wel door. Hoppa. Blijf even 3 tellen liggen als je het echt niet meer kan. 1, 2, 3 en weer omhoog. Oké, jullie gaan door. Blijf tellen. Hou dit vol. Toch 10 seconden hebben we. 10, 9, ga door. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en basta. Hoeveel keer heb jij gehaald? Zorg ervoor dat je het zo dadelijk even opschrijft op een velletje. Zodat je de volgende keer weet hoeveel je meer moet doen om je record te verbreken. De cooling down gaat als volgt. We gaan een strekoefening doen met de benen. Waarbij je eerst je knie recht omhoog doet. En dan in een halve rondje naar buiten draait. Dan kom je terug, zet je hem weer neer. Vervolgens trek je je andere knie omhoog. Draai je een rondje en zet je hem weer neer. Dit gaan we om en om doen voor 30 seconden. Ja. Heel goed. Probeer een heel rondje te maken en blijf in balans staan. En we gaan weer door. Dit is een stukje anders dan het opdrukken, maar we gaan weer voor een maximaal resultaat. We doen het goed, we doen het beter, we doen het mooist, we doen het best. We gaan nou de armen even stretchen. Je doet je arm achter je hoofd zetten en je pakt met de andere hand je elleboog vast. En dan ga je proberen je elleboog naar beneden te trekken, terwijl je een klein beetje naar de zijkant beweegt. 5 tellen ongeveer. Schud je armen. Doen we hetzelfde met de andere arm. Hand achter je hoofd. Met de andere hand pak je je elleboog. Beweeg je een beetje naar de zijkant en dan trek je jouw elleboog netjes naar beneden. Ook weer voor 5 tellen. Ja, dat is hem. Hoe voelt u dit ook in je liesen en in je schouders? Zo, dat was fijn. Dat was het weer voor vandaag. Zapsporters, jongens en meisjes, bedankt voor het meedoen. Is het gefilmd? Zorg er dan voor dat je het filmpje waarin je meedoet op Instagram post. En vergeet niet Zapsport te taggen met hashtags ZapsportAtHome. Wil jij de oefeningen nog een keer terugkijken of ze nog een keer meedoen? Dan kan dat natuurlijk ook op de YouTube pagina van Zapsport. Dank jullie wel.